gaat iedere keer zorgen dat hij goed brandt. Ja, steken is het moeilijkste, maar ja. Nu brandt hij goed. Hoe lang moet hij ongeveer branden? Die moet een uur, op een uur moet hij normaal warmen. Een uur en een kwart. Totdat de stenen wit zijn. Want normaal is dat zwart en als de stenen volledig wit zijn, is dat oven heet. Dan heeft hij zijn 250 graden. Ik heb hier nog een stoof naast staan, maar... Ja, dat is om te verwarmen. Als je hier begint te bakken, moet je 22 graden zijn. En die brandt ook? Moet je 22 graden zijn, dan moet je hier een stoof hebben om dat te verwarmen. Hè. Yes, sir. Dat is dan niet nodig. Hè. Straks gaan we... Wanneer ben je daarmee begonnen met bakken? Wanneer? Wanneer ben je daarmee begonnen? Ik ben om 8 uur begonnen. Ja, ja, maar in de geschiedenis... Oh, van als ik klein was met mijn vader. Huh? Ja. Hoe je vader was dat? Een broodbakker? Dat was een broedenzoon, hè. Nee, ik ben een broedenzoon en als ik klein was, mijn vader bakte in de week de zaterdag altijd zijn brood. Te horen met Erik Wille. Erik Wille was er ook altijd. Dat was een jeugdvriend van mij. Een jeugdvriend van mij. Maar wij mochten de ogen warmen en van voor dan stovenkoeken als een bolletje deeg die geplat klopt. En stoven, ovenkoeken. Oh, dat was plezant. Het is met de genen meegekregen. Wat blijft? Met de genen meegekregen. Ja. En dan, ik had dat al altijd gedaan. Dus in, ik had dat altijd zeer graag gedaan. Maar nu op pensioen te zijn en veel naar Drongen goed te gaan en Erik Blondia is daar aan bakken en de hoesting begon en beginnen over de, in juni beginnen over een oven te denken. En daar meer ik van gesproken en we eens kijken naar proven, naar ruisleden, naar alter, naar meeuwen huidrode, naar ovens wees kijken. En uiteindelijk heb ik hem in een oven gezet, zoals je hem hier ziet staan. En heb jij plannetjes ervan getekend? Nee, maar niet. Ik had dat plannetjes van getekend. Jawel, dat heb ik nu niet meer. Ik heb zelf de kostprijs van mijn oven. Hoe heb jij die oven gemaakt? Vertel dat een keer. Hoe ik die oven gemaakt heb, ja, ik heb eerst twee muurtjes gemetst en dan mijn betonplaatjes gegoten en die betonplaatjes erop gelegd. Dat heb ik met een oven gevormd met steeksteen, maar steeksteen is 13 op 20. En wat is dat steeksteen? Steeksteen, dat is een vroegere tegel die je nu niet meer kunt krijgen. En dat werd vroeger gebruikt om de kelders te dichten en ook om ovens te zetten. En ik heb die steeksteen op 20 doorgedaan, zodanig dat ik op 13 doorgedaan, zodanig dat ik een steentje heb van 20 op 6 op 3 dik. Daar heb ik mijn muurtjes mee gemetst, met een bak in feite. En dat heb ik opgevuld met zavel. Een beetje aangedampt. Als dat metselwerk hard was, dan met een vorm gemaakt, in dezelfde vorm gemaakt, en dan reekske voor reekske de steeksteen van 6 dik, de verticaal opgemetst, zoals je ze ziet zitten daar, met vuurvaste cement natuurlijk. En na 28 dagen, als dat alleen naar 14 dagen, als dat volledig verhard was, de zavel eruit gehaald, rondom verpakt in de zavel, van buiten dan. Op de oven. Dan heb ik 5 cm rotswol, 5 cm rotswol beneden en dan de buitensteen. En van boven mijn zavel heb ik nog een 3 cm keramisch deken gelegd. Dus die oven is volledig geïsoleerd zodanig dat het de warmte goed houdt. Nadat mijn brood gebakken is, kan ik nog een taart bakken. Wat dat doe ik nu niet. De grondstoffen van uw brood. Zonder geheimen te vrij te geven. Ja, dat is meel, water en gist. Ja, maar dat meel is dat niet is maar... brood. Dan doe je dan. En de samenstelling van je brood en de smaak en alles. Maar ik gebruik niet anders dan suiker, gist, alle soorten meel, gewoon tarwemeel, volkoren, dolmen, ceraform, alle soorten mengelingen. Spelt? Spelt soms, maar ik eet dat niet graag. Dus dat gebruik ik dan niet. Ik bak enkel broodjes die ik zelf graag eet. Maar spelt zijn er die nog veel zeer goed vinden. Hier is er even over op. Maar dat is... Vuur los aan de kant. Je gaat natuurlijk niet drinken om niet uitgedroogd te geraken. Ik heb je koffie bij mij. Ah,
en maar één zat. Ziet je dat nu daar in? Ja, kan je ze bieden tasje geven. Ah, kijk, daar komt nog een vlam naar buiten nog. Ja, dat is nu omdat mijn vuur aan mijn alleen kant gestoken heb. Dat moet je ook doen. Daar zit er een schouw achteraan. Er zit natuurlijk hier een schouw naar boven. En maar achteraan die boven zit er ook? Nee. Dat is alleen aan de voorkant. Dat is een bak. Ja. Hoeveel koffie drinkt er bij een bakbeurt? Kalken. En de koffie heb je al binnengemaakt, he. Die komt niet van. Ja, die maak ik in huis. He. En met een deeg en met een trog hier, maar had dat even die trog zien. Ja. Dat maak ik ook in huis met samenstellingen aan, omdat ik heb hier mijn meel in de bakkerij niet. EQ. En dat is bakkerij EQ. En is de prijs wel goed berekend, meneer? De prijs is zeer goed berekend. En welke coëfficiënt wil algemene kosten? Ik heb een winstmarge van 35%, meneer. Oh, dat is te weinig, hè? Dat is te weinig. Je kunt daarmee amper uw algemene kosten betalen. Ik heb nog ergens gewerkt, dat heeft niks met bakkerij te maken. Nee? Nee. Dat was in een andere fabriek. Hoofdstuk afgesloten, werk is afgesloten. Werk afgesloten. Op 60 jaar, volledig andere interesses. Okay. Een beetje melk erbuiten, soms. Een ei met een beetje melk. En dat dient voor? Nog een schone kost zou krijgen. Dat pakt er dus in. Schone bruine brengt de kost. Dat is lekker hard, hetzelfde. Gewoon ei is ook goed. Ei alleen. En dat is nu een brood, hoe noem je dat brood? Met welk? Dat is gewoon bruin brood. Bruin brood. Dat is altijd bruin brood. En dat is nu gebakken met volkorenmeel, witmeel, de volkorenmeel. En wat zit er dan nog bij? En het prairiemeel. Dat is alles. En een beetje walkorn, 100 gram walkorn zit er ook in. Dat wordt wel weer afgedekt. En hoe lang moet dat nu? Als een oven warm, de regel in acht nemen als je 1 op 2,5. Dus dat wil zeggen 2,5 kilo witte bloem. En dan moet je maximum 1 kilo, volgens mij, 1 kilo bruine, grove bloem, volkoren of al die zware meelen. 1 op 2,5. Anders is je brood veel te zwaar. Maar je moet dat weten, vroeger was dat allemaal zonder meter. Maar nu is dat zeer gemakkelijk. Als het naar 270 graden is, je oven te warm, moet je hem een beetje open doen. En als je brood dreigt te verbranden, of dat de oven te warm is, die oven, zet ik even mijn deur op, per halve minuut 5 graden. En dat is allemaal ondervinding. En vroeger deed je dat zonder meters, omdat ze niet hadden. En dan dat was gewoon op het gevoel en op de reuken. Ja, op de tast. Maar ik heb in het begin alles opgeschreven. Hans, het gedrag en de evolutie van mijn oven, hoe en wat. Maar nu doe ik dat niet meer. Nu ben ik al slim genoeg. Voor het nageslacht, we moeten dat opschrijven. Het nageslacht, maar de datum staat van binnen op... in de oven, als ze hem openbreken, zit er daar een brief bij. Feestje, er zit een brief bij? Ja. Ah. Wordt nageslacht. Schoon ingepakt. Als ze hem ooit een keer afbreken. Tja, dat is knap. Dan kan er niemand niet aan. Ik weet nog, een brief zit er bij Bekaart ergens in de buurt. Kijk, dat is 250, 260 graden, dat is goed.